Dit is de MVV Maastricht podcast. Met deze keer te gast Ronnie van Geneugden. Welkom bij een nieuwe aflevering van MVV Maastricht podcast. Mijn naam is Jurgen Simon en naast mij zit co-host Stefan Giebels. Ja, het nieuwe voetbalseizoen staat weer voor de deur, dus we beginnen natuurlijk meteen met de man die het een en ander regelt, hè, met Ronnie. Maar voordat we echt aan het interview beginnen, wil ik ook even tegen de mensen aan de radio of waar dan ook zeggen. De podcast wordt nu ook opgenomen en die is dus ook te zien op Facebook en YouTube. Ja. Dus Ronnie, je kunt zelf gaan terugkijken op, dus niet alleen luisteren, maar ook kijken. Zoals gezegd, Ronnie, welkom. Dank u. Dat is niet de eerste keer natuurlijk. Nee, klopt. Nee, maar ja goed, we staan aan het begin van een nieuw seizoen. Hoe staan we ervoor? Ja, ik denk dat we er al een stuk verder staan als vorig seizoen, op hetzelfde moment in de voorbereiding. Dus dat betekent dat wij het afgelopen seizoen zijn begonnen met een 6-7-tal jongens die contract hadden. En nu hebben wij het seizoen begonnen met een 16-17 jongens die een contract hadden aangevuld met een 6-7-tal jongens vanuit de onder 21, onder 18 die de kans hebben gehad om zich te tonen. En dat betekent dat de trainer Maurice samen met zijn staf vanaf de eerste training heeft kunnen gebruik maken van toch wel een valabele kern van 22, 23, 24 jongens. Ja, er zijn ook een paar nieuwkomers. Koen Kostons. Vertel eens, hoe gaat dat, een terugkeer van Koen? Ja, ik denk dat we Koen zijn blijven volgen. Hij heeft dan in Zweden toch wel een degelijk tot goed seizoen gedraaid als spits, waar hij toch 11 doelpunten gemaakt heeft in 14 wedstrijden. En als je dan de mogelijkheid hebt om iemand die hier toch wel zijn opleiding heeft genoten en toch heel wat wedstrijden gespeeld heeft al in het eerste elftal, die dan terugkeert naar de heimat, ja, dan moet je ook de deuren openzetten voor zo'n jongen. En ik denk dat Koen, zowel als voetballer, maar ook als mens, toch wel enorm een aantal stappen gezet heeft afgelopen seizoen. En dat kan alleen maar een meerwaarde betekenen, want ja, het is toch wel een jongen die ook mee opgegroeid is met het DNA van de club. Hey, wij willen toch wel met een soort voetbal brengen dat herkenbaar is, dat er een idee achter zit, maar dat er ook strijd, passie en de pijlers die toch wel kenmerkend zijn voor onze club, dat die toch wel zichtbaar zijn bij de spelers en bij het team. En dan heb je een aantal hoekstenen nodig die gedachtegang ook kunnen overbrengen op het veld en in de kleedkamer. En ik denk dat Koen op dat vlak ook de juiste man op de juiste plaats is. Mm. Ja, we hebben ook de nodige jonge jongens natuurlijk erbij. Hè. Al langer erbij zijn Tim Zegers, Marco Kleine, Thomas van Bommel. Maar er zijn ook een paar nieuwe jongens doorgestroomd. Lars Genk heeft een contract gekregen, Saul Panders. Klopt. Maar we zien nu ook van onder 21 Ruben van Bommel. Hij krijgt veel speeltijd in de oefenfase. Ja. Hugo Delen. Ja, ja Hugo Delen. Ja. Denen. Ja. Ja. Ben je tevreden over die stappen? Ja, ik denk absoluut. Hè. Dus ook het afgelopen seizoen heeft MBV zich ook naar buiten toe gepromoot, als ik het zo mag noemen, met een visiedocument waarin men toch kijkt naar de eigen groentetuin, naar spelers vanuit de eigen regio, waarin men dus effectief gaat zeggen van kijk, we leiden spelers op om ze ook daadwerkelijk kansen te bieden in het eerste elftal. Ik denk dat in de voorbije seizoen en het seizoenen al gebleken heeft met de spelers die u genoemd heeft, hè. Tim, Marco, Thomas, dat het jongens zijn die effectief aan de deur kloppen en geklopt hebben van het eerste elftal. Daar is het vanaf januari afgelopen seizoen is daar Saul en Lars bijgekomen. Ja, en dat betekent dat wij ook bewust gekozen hebben om in plaats van testspelers bijvoorbeeld de kans te geven om zich te tonen, hebben we gewoon gezegd van kijk, we hebben een aantal talentvolle jongeren die de mogelijkheid moeten krijgen om in de voorbereiding, zeker wat die eerste weken toe, om zich te tonen. En Hugo, Ruben en Nabil hebben daar, en Ermin hebben daar inderdaad de handschoen opgenomen en hebben zich getoond op de juiste manier. En hebben ook enorm veel progressie gemaakt op korte tijd. Want de intensiteit ligt toch altijd een heel stuk hoger bij een eerste elftal of in een hogere leeftijdscategorie dan voor een jeugdspeler die in zijn eigen leeftijdscategorie gaat meetrainen en spelen.
Maar die jongens hebben het heel goed gedaan en die hebben getoond in de oefenwedstrijden dat ze uit het juiste hout gesneden zijn. En ja, dat wil zeggen dat, dat we nu met deze jongens verder werken en om in hun ontwikkeling om die stap naar het eerste elftal te verkleinen. Je kiest dan nadrukkelijk eerder voor de eigen jeugd dan bijvoorbeeld voor een huurling of iemand anders om de selectie nu aan te vullen? Ja, absoluut. Dat wil niet zeggen dat er geen huurlingen bij komen. Maar het was voor ons superbelangrijk om eerst in onze eigen groentetuin te kijken. Om te kijken welk vlees hebben in de Kuip. Hoe profileren die jongens zich? En die hebben het eigenlijk vrij aardig tot goed gedaan. Sommigen was het stapje te hoog. Die hebben dan de stap teruggezet naar de onder 21. En die krijgen nu de kans om daar zich weer te gaan tonen. De jongens die we genoemd hebben, ja, die blijven nu bij de selectie. En ja, het is aan hun om... om te zorgen dat ze iedere vrijdag, of beter gezegd in het weekend, ja, erbij horen. Het geeft ook wel meer rust, denk ik, dan allerlei testspelers. Hè? Want deze jongens maken al onderdeel uit van de MBV-familie, hebben wel eens meegetraind. Ik denk dat voor de selectie en voor de trainer ook veel prettiger werk is. Zo. Ja, absoluut. En die jongens zijn ook voor een stuk meegegroeid met de club. Hè? Dus die lopen hier al een aantal jaren rond. Die weten wat men verwacht. En op het moment dat die dus... ja, hun eerste voetstap zetten in de kleedkamer, worden die ook dadelijk aanzien als een van ons door de groep, omwille van het feit dat die uit de eigen jeugdopleiding komen. Ja, het seizoen start extreem vroeg. In het weekend van 5 augustus. Wij beginnen op 8 augustus. Betekent dat voor jou om met nieuwe spelers extern dan binnen te halen, is dat een voordeel? Hè? Want je kunt tot 1 september... loopt de window. Ja. Is dat een voordeel of een nadeel? Nee, dat maakt eigenlijk in principe niet veel uit. In die zin dat wij onze kern in zijn totaliteit zo goed grotendeels gevormd is. Het is door de ontwikkeling van een aantal jongeren dat wij normaal gezien op bepaalde posities niets extra gaan doen. Alleen de opportuniteiten die zich gaan aandienen, is het met de bevriende clubs... zowel in Nederland als in België, dat wij eventueel kunnen een zaak doen. En wat is een zaak doen? Dat is iemand erbij halen die voor ons een kwaliteitsinjectie kan zijn. En op dat vlak hoeven we daarin niet echt, bij wijze van spreken, met de rug tegen de muur te gaan kijken wat doet zich voor. We zitten nu half juli, eind juli. Waar zoek je nog gericht naar voor de selectie? Het is even uitkijken, hè. Dat wij op bepaalde posities overbezet zijn, of voldoende bezet zijn, als ik het zo mag zeggen. Sommige posities niet. We weten ook dat Clint Essers aan terug in het revalideren is uit zijn blessure, dus dat hij ergens augustus, september terug aan zal sluiten bij de groep. Dus dat is ook al een transfer die we gaan doen, want het is een jongen die geblesseerd was. Dus we kijken waar wij eventueel op de juiste positie de juiste persoon kunnen binnenhalen. Ja, en zo'n versterking, hoe gaat dat in zijn werk? Heb je overleg met de technische staf, met Maurice? Of ga je af op de mails en video's die we dagelijks binnenkrijgen? Nee, het is gewoon een kwestie van dat wij een aantal spelers hebben in ons schaduwelftal staan. Wat is een schaduwelftal? Dat is dus een elftal dat per positie een 2-3-tal spelers staan waar wij eventueel interesse die door ons gescout zijn geworden of die wij gezien hebben live of het zij via Y-Scout waar we mee samenwerken met dat spelervolgsysteem. En op dat vlak is het gewoon een kwestie van elke dag contact hebben met de technische staf en met de mensen om te kijken welke spelers dat eventueel interessant zijn. Maar nogmaals, de kern is grotendeels gevormd. En dat is wel iets, in tegenstelling tot het verleden, is dat wel iets uniek. Ja, ja, Maurice Verberne, die is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Hoe gaat zoiets in zijn werk, zo'n nieuwe trainer aanstellen? Ja, je weet dat wij een visiedocument geschreven hebben, de club heeft dat geschreven, dus waarin wij een bepaalde manier van werken op sportief vlak ook naar voren brengen. Waar wij toch kiezen voor een bepaalde rode draad, zodanig dat het idee van voetballen, zowel in eigen balbezit als balbezit tegenstrever, duidelijk zichtbaar gaat zijn. Niet alleen bij het eerste, maar ook bij de onder 14 bijvoorbeeld. Dat je even wegkijkt van de omgeving, maar dat je gewoon een bepaalde identiteit gaat terugzien. Op dat vlak hebben wij ook een technisch comité opgericht.
En het technisch comité bestaat uit Johan Dijkstra, Bert van Marwijk, Ron Els en ikzelf. En wij hebben dan regelmatig samengezeten, 2 keer per week, om een profielschets te schrijven. Hoe ziet de trainer van MVV eruit? Aan welke accenten moet hij beantwoorden? En dan hebben we in de eerste plaats gekeken naar de eigen groentetuin, zoals we ook voor onze voetbalspelers doen. We hebben gekeken naar Maurice. En die hebben in de eerste instantie ook met Maurice rond de tafel gaan zitten. We hebben nog wat externe gesprekken gevoerd. En op dat vlak hebben we dan de knoop doorgehakt om Maurice de kans te geven. Omdat het een jongen van de club is. Is hier speler geweest, is hier in de technische staf geweest. En je ziet ook niet alleen met de aanstelling van Maurice, maar ook met de aanstelling van zijn assistenten. Dat we gekozen hebben voor mensen uit de regio. Mensen die een clubverleden hebben met Mark en met Edwin. Zodanig dat wij op basis daarvan duidelijk ook in onze technische staf een goede herkenbaarheid hebben naar buitenuit. Mensen die dus toch wel betrokken zijn met het reilen en zeilen van de club. Die ook een warm hart de club toedragen. Maar die nu ook effectief hun gevoelens voor de club in de praktijk kunnen brengen. Door elke dag voor de club keihard te werken. Je noemde al even Bert van Marwijk, ook zo iemand die nu dag in dag uit ongeveer voor de club actief is. Wat is zijn rol precies en hoe kan MVV daarvan profiteren? Ja, kijk, we hebben met het technisch comité, zoals daarnet aangereikt, hebben wij een rode draad uitgeschreven. Bert van Marwijk maakt deel uit van dat technisch comité en wij vonden het als club niet meer dan normaal dat we hem zouden vragen om eventueel als leercoach mee de club te ondersteunen. En niet alleen leercoach van MVV 1, maar van alle jeugdtrainers. Zodanig dat de manier van voetballen, zoals wij dat willen als club zien gespeeld worden, niet alleen op het veld tijdens de wedstrijden, maar ook door de week in de trainingen, dat die ook opgevolgd, bewaken, ondersteund kunnen worden. En als je de kans hebt om Bert van Marwijk in dit geval te vragen om iets te betekenen daarvoor. Ja, ik denk dat je qua ervaring en qua expertise niet beter kan zitten. En hij heeft op een heel positieve manier daarop gereageerd. En dat brengt met zich mee dat hij ook enorm betrokken is. En zijn betrokkenheid en zijn gevoel voor de club ook duidelijk zichtbaar is elke dag van de week. Je bent nu zelf een jaar ongeveer bij MVV aan de slag. Als je nu een jaar terugkijkt en je kijkt even over dat afgelopen jaar. Wat zijn de grootste stappen die de club gemaakt heeft in jouw ogen? Ja, ik denk vooral enerzijds een visiedocument naar voren gebracht, een duidelijke gezegd van kijk, daar willen wij voor werken. Dat is duidelijkheid. Niet afhankelijk zijn van een trainer die vandaag zegt we gaan die kant uit en dat de volgende trainer zegt we gaan die kant uit. Nee, dat er een duidelijke herkenbaarheid is als club. Dat de omkadering en het topsportklimaat in en rond de spelersgroep, dat die duidelijk geprofessionaliseerd is geworden. Dat we een technisch comité hebben opgericht met mensen die toch wel met heel veel expertise, met heel veel ervaring in de club, dat die zich keihard inzetten om een rode draad te bewaken. En dat we een leercoach hebben die op niveau van Europees en wereldniveau zijn strepen verdiend heeft in het vak. Dan denk ik dat de fundamenten die hier gelegd zijn geworden de voorbije maanden, dat die duidelijk zichtbaar zijn en dat dat op tijd en stond zal vertalen in succesvol. Ja, want voor supporters draait het natuurlijk om die vrijdagavond, hè, die 94 minuten. Wat mogen we daar verwachten komend seizoen, wat jou betreft? Ja, ik denk omwille van het feit dat deze groep, vooral in die laatste 6 wedstrijden, ook getoond heeft dat ze een bepaalde stabiliteit kunnen tonen, dan denk ik dat we alleszins moeten kijken naar hem op termijn, op het einde van het seizoen, dat we een beter resultaat kunnen voorleggen. Dat we een stapje gezet hebben, ondanks het feit dat de KKD-competitie nog sterker is geworden dan het afgelopen seizoen. En dat is natuurlijk iets wat we zeker moeten meenemen in het verhaal. Ik heb een gevoel, of wij hebben een gevoel, dat er een idee zal duidelijk zichtbaar zijn, zowel nogmaals bij balbezit, eigen balbezit, als bij balbezit tegenstrever, dat er een herkenbaarheid is en dat vooral het DNA van de club in die 94 minuten op vrijdagavond duidelijk moet zichtbaar zijn. Ja, Maastricht heeft op zich qua niveau, qua voetbalclubs, dat houdt niet over. Ja, ze spelen het best wel op een laag niveau allemaal tegenwoordig. Hè. Amateurclubs, ja. En we hebben wel Meersen, dat speelt iets hoger. Maar ja, de amateurclubs op zich
Die zijn toch wel wat teruggelopen in aantal, maar ook qua niveau. Is dat niet een probleem voor MVV, met gelet erop dat dat ook een kweekvijver kan zijn voor de club? Dat zou kunnen, maar ik denk dat, dat vooral het talent aanwezig zal zijn en zichtbaar zal zijn binnen de jeugdopleiding bij die clubs. En ik denk dat er een eerste stap al gezet is geworden, dat de club een bepaalde toenadering heeft gezocht naar die amateurclubs om op een bepaalde manier dus heel constructief te gaan samenwerken, naar opleiden, naar jongeren beter maken. En ik denk dat we met z'n allen daarin alleen maar als club kunnen van profiteren op termijn. Zodanig dat spelers die hier uit de regio toch wel iets onder hun niveau spelen, dat die voor MBV zullen kiezen. En niet zomaar naar een andere club hier in de buurt zomaar zullen de overstap maken. Ja, we hadden ook heel veel Belgische huurspelers. Vorig jaar 3 van Standaard Luik, 3 van Kas Eupen. Ja. Dit jaar hebben we geen huurspelers, geloof ik, uit het Belgisch, hè? Tot nu toe. Op dit moment niet. Eentje misschien wat eraan zit te komen? Ja, op dit moment niet. Dat heeft ook te maken dat België, dat de belofte teams volgend seizoen in de Belgische eerste divisie zullen spelen. Vooral van Genk, Standaard, Anderlecht en Brugge. Die andere clubs die zitten in een reeksje lager. Maar desalniettemin zijn er toch wel wat contacten waarin we dus in de eerste plaats kijken wat zijn de opportuniteiten. Is dat een bepaalde meerwaarde voor ons? Dat die huurspelers voor ons afgelopen seizoen niet allemaal, maar toch sommige een meerwaarde zijn betekend. Dat heeft te maken, dus dat hebben we gezien met Michi die toch wel een aantal doelpunten voor zijn rekening heeft genomen. En het geluk dat we hebben gehad om van Romain Matisse een echte MVV-speler te maken, dus door hem een contract te kunnen aanbieden. Ja, dat zijn dan de opportuniteiten die ook een positieve weerklank krijgen. Ja, ik denk dat er nog wel een club is waar we misschien de banden iets mee moeten aanhalen. Denk je ook niet? Ruben van Bommel, Thomas van Bommel? Antwerpen bedoel je dan? Antwerpen? Het zou maar kunnen. Dus daar zijn alleszins gesprekken met diverse clubs aan de gang. Dus op dat vlak is het afwachten en zien wat de mogelijkheden zijn. Hè. Je kan natuurlijk met heel veel clubs praten, maar hebben ze ook de spelers die effectief voor ons een meerwaarde zijn? En daar gaat het nog altijd voor een stuk om, dat de spelers die je haalt, dat die een meerwaarde zijn. En we hebben afgelopen seizoen een mooi leerproces gehad met inderdaad de spelers die u hebt aangehaald daarnet. Maar we kijken wat we eerst nu met deze jongens nu nog in de volgende wedstrijden nog gaan kijken wat vlees we in de kuip hebben. En dan kunnen we aan de hand van een goede evaluatie kijken op welke positie we misschien nog iets kunnen bijhalen. We krijgen eigenlijk wel een mooie competitiestart, denk ik. Ja, ik denk dat het een enorme mooie competitiestart is. We hebben bij wijze van spreken de topclubs allemaal, bijna allemaal in de eerste 4-5 wedstrijden. Die moeten er dan ook staan. Wij moeten er staan. Dus het heeft te maken, dus als je de competitiestart goed kan aanvatten, dan zou het wel regelmatig hier een vol huis kunnen zijn. Ja, we hebben de eerste week thuis. We spelen eerst uit bij Jong AZ. Dan thuis NAC, Breda. Ja. En dan 4 dagen later ADO Den Haag. Ja. Dus dat is meteen vlammen. Dat is meteen vlammen en er klaar voor zijn. En die jongens, een betere motivatie kan je niet krijgen in de start van de competitie. Dus die kunnen al dadelijk hun visitekaartje geven als team, als club en MVV op een goede manier in het daglicht stellen. Nou, Stefan, hebben we nog vragen aan Ronnie? Ik niet meer. Nee, niet meer, nee. Nou, ik denk dat we wel een goed beeld hebben gekregen voor de start van het komend seizoen. Dus ergens halverwege het seizoen zullen we weer hier op dezelfde plek bij elkaar gaan zitten. Voor de rest, dank voor je komst. Ja. En wij zeggen ook tegen de luisteraar, bedankt voor het luisteren en blijf gezond en tot in de Geuselt.